Willem II tegen Helmond Sport. Het zou een vruchtbaar avondje worden. Vooral voor de thuisclub. Helmond Sport vanaf het begin af aan eigenlijk teruggedrongen. Het moet vele reddingen verrichten in Haverkotte. Dat doet hij hier goed. De inzet van Svensson. Helmond Sport zeker in die eerste 20 minuten slechts zelden in de buurt van doelman Lamproe. Het moet verdedigen. En het houdt tot dan toe ook wel aardig stand. Maar op een gegeven moment houdt ook dat op. Haverkotte kan niet blijven redden, zou je zeggen. Maar doet dat hier wederom uitstekend op de kopbal van Jong. Zoals gezegd, eenzijdig. De sfeer zat er goed in Tilburg. Het publiek heeft er zin in, want dat heeft Willem II zelf ook. Het moet alleen nog even vertaald worden naar een doelpunt. Het is een behoorlijke scrimmage en die bal gaat maar niet weg. Komt uiteindelijk voor de voeten van Leroy Owusu, de verdediger. Om maar aan te geven hoe die situatie daar was. Veel spelers van Willem II in de 16 bij Helmond Sport. Dat ook met een aantal spelers daar staat. Maar kijk toe, Owusu met zijn eerste. Het is een verdediger, maar deze kon hij niet laten liggen. En dat deed hij dan ook niet. Komt Helmond Sport dan nog terug in de wedstrijd. Er is nog heel veel tijd te spelen. En ze hebben snelle, gevaarlijke spelers. Dan blijft Lamproe hier staan. En dat blijkt uiteindelijk een juiste keuze. Want de poging van Maddy gaat een behoorlijk stuk voorlangs. En hij weet het, dat had beter gemoeten. Zoveel kansen krijgt Helmond Sport niet. Dit was eigenlijk de enige uit de eerste helft. Het is Willem II dat tot dan toe verzuimd heeft. Met dank ook aan doelman Haverkotte van Helmond Sport om de score verder uit te breiden. Maar het gaat toch gebeuren, want Kabangu kan deze binnenlopen. En dat doet hij dan ook. En zo is het op slag van rust. Dus op een uitstekend moment voor de thuisploeg. Een vervelend moment voor Helmond Sport is het 2-0. Als Elton Kabangu zorgt voor wat meer lucht. Dan is het bij rust dus Willem II, Helmond Sport 0. En gaan de mannen van Robbenmond er vrolijk mee door. Zou je zeggen, maar dit is kaas. Mag ik even uw aandacht? 4 minuten na rust lijkt al het werk van Willem II. Nou, niet vergeefs, maar het wordt toch, zo lijkt het dan, een moeilijk avondje. Want Helmond Sport komt via deze hele fraaie van Martijn Kaas terug in de wedstrijd. Het is zijn 9e van het seizoen. En daar kon Lamproe niet bij. Dit is een belangrijk moment. In de 52e minuut besluit Joey Coy de bal op de stip te leggen. En dat mag je toch op zijn minst een beetje dubieus noemen. Want wat lijkt Van der Einde nou te doen? Eigenlijk niks verkeerds. Maar hij is onverbiddelijk. Coy draait zijn beslissing niet terug. En Hornkamp pakt het cadeautje uit. Jens Hornkamp met pas zijn 2e van het seizoen. Maar het is wel belangrijk, de 3e van Willem II deze avond. En dan lijkt het verzet van Helmond Sport toch wel wat gebroken. Al blijft het natuurlijk zo nu dan wel de pogingen wagen. Dit is niet onaardig. Maar Lamproe heeft er goed het oog in. Er wordt niet alleen naar de wedstrijd gekeken, maar ook via de laptop. En dan zien de mannen via de laptop en via de beelden live dat het wel goed zit met Willem II. Dat hier dichtbij de 4e treffer is. Hij is fel, hij is snel en hij kan hard schieten, Kabangu. Zijn doelpunt was een makkie. Dit was veel moeilijker. Het was dan ook geen treffer. Dit wel, Svensson. Kan hem zomaar binnenschuiven. En de tient gezegd, dat doet hij heel beheerst, Max Svensson. Niet wild getrapt, nee. Misschien werd hij nog even aangeraakt via een hak van een van de spelers van Helmond Sport. Dat zou zomaar kunnen. Maar het is 4-1. Het is voor Helmond Sport eigenlijk hopen dat die wedstrijd hierbij blijft. Maar dat is niet het geval. Want hier is Jeremy Bokila. Moet maar eens kijken welke avonturen hij allemaal heeft beleefd. En hier schiet de 34-jarige de eindstand op het bord. Willem II wint met grote cijfers, met 5-1 van Helmond Sport.